Welkom bij Wolken TV. We zijn hier bij Dupont. En ik ga iemand interviewen van de koeltoren. En hier is het pasje. Alsjeblieft. Ja. Wat is dat? Dat hierachter, dat is een koeltoren. Wij maken hier, we hebben een hele grote chemische fabriek staan. En daarin gebruiken we water, het koelwater hierin, gebruiken we om af en toe af te koelen als dat nodig is. We gebruiken nu een koeltoren om het warme water, wat terugkomt uit de fabriek, weer af te koelen, zodat we het nog een keer kunnen gebruiken. En daar hebben we zo'n apparaat voor nodig. Daar valt zo het water naar beneden. Tegelijkertijd gaat de lucht naar boven en dat koelt het water af. En dan kunnen we het water nog een keer gebruiken. Wanneer is de koeltoren gebouwd? Nou, deze koeltoren is ongeveer 10 jaar geleden gebouwd. Maar daarvoor hadden we een andere koeltoren. Die was wat kleiner. Maar die werd op den duur te klein omdat we steeds meer delringen gingen maken hier. En toen hadden we grotere koeltoren nodig. Dus hebben we die vervangen. En waarom is de koeltoren gebouwd? Nou, een koeltoren hebben we gewoon nodig om ons product te kunnen maken. Omdat als we niet kunnen koelen in het proces, dan kunnen we helemaal niks meer maken. En dan moeten we stoppen. Dus zonder koeltoren kunnen wij helemaal niks maken en moet de fabriek plat. Dus we kunnen gewoon niet zonder. Wat voor werk doet u bij de koeltoren? Nou, wat mijn werk is om te zorgen dat de koeltoren zo goed mogelijk draait. En dat we, als het kan, steeds wat beter ermee gaan doen. Dat we bijvoorbeeld steeds minder water nodig hebben om toch het proces te koelen. Of dat we minder toevoegingen moeten doen aan het water, zodat we toch het water goed kunnen gebruiken. En daardoor kunnen we dan wat goedkoper werken en kunnen we wat beter voor het milieu werken. En daar mag ik aan werken. Nou, wij proberen water te besparen omdat we eigenlijk een heleboel water gebruiken. We gebruiken hier ongeveer net zoveel water als misschien wel een klein dorp bij elkaar. Maar net zoals jij, als je thuis bent, als je je tanden aan het poetsen bent, laat je niet de kraan lopen omdat je water wilt besparen. Moeten wij dat hier natuurlijk ook doen, want wij gebruiken heel veel water. Wat voor producten maakt u hier zo? Wij maken hier een plastic en dat heet Delrin. Dat ziet er ongeveer zo uit. Dus dit soort korreltjes maken wij hier. En deze korreltjes verkopen wij aan onze klanten. En onze klanten maken daar dan weer van alles van. En dat kan zijn bijvoorbeeld dit soort onderdeeltjes. Als onderdeeltjes heel sterk moeten zijn, gebruiken ze Delrin. Of dit soort pennen worden bijvoorbeeld van Delrin gemaakt.